Goeiedag, er zijn vandaag op weergebied grote verschillen in ons kleine landje aanwezig. Een heel kleinschalig lage drukgebiedje tolt rond boven het midden van Nederland en zorgt daar voor bewolking en zelfs een paar spatten regen vanochtend. Nou, geleidelijk aan gaat die bewolking wel oplossen. Ten zuiden en ten noorden van het lage drukgebiedje, daar schijnt de zon volop, zoals bijvoorbeeld in Zeeland. En daar was het tegen het middaguur lokaal al 29 graden. Maar in het midden van het land dus vrij veel bewolking, af en toe een paar spatten regen. En daar blijft de temperatuur toch wel duidelijk achter ten opzichte van andere delen van het land. Nou, op de animatie zien we ook dat heel kleine lage drukgebiedje hier boven het midden van Nederland liggen. Zal in de loop van de middag langzaam wel naar het oosten wegschuiven, maar er blijven toch wat wolkenvelden aanwezig. Nou, morgen begint dan zonnig, maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en gaan er een paar buien vallen. Waarschijnlijk ook op sommige plaatsen met onweer. Daarna trekt er een koufront over ons land. Die ligt zondagmiddag en in de nacht naar maandag al boven Duitsland. En dan steekt bij ons een westelijke stroming op met duidelijk koelere lucht vanaf zee. Nou, vanmiddag zien we dus grote verschillen. Vooral in de strook over het midden van het land vrij veel bewolking. Daar temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Ten noorden en vooral ook ten zuiden daarvan vrij veel ruimte voor de zon. En met in het zuidoosten de hoogste temperaturen van lokaal 30 of 31 graden. Nou, vanavond gaat die bewolking toch grotendeels oplossen. Op veel plaatsen wordt het vrij zonnig en halverwege de avond is het dan nog een graad of 25. Komende nacht breiden die opklaringen zich verder oostwaarts uit. Er staat maar heel weinig wind. Dat betekent dat er lokaal een enkele mistbank kan ontstaan en veel kouder dan 15 tot 17 graden wordt het niet. En morgen beginnen we dan overwegend zonnig. De temperatuur gaat snel omhoog. Op veel plaatsen in het binnenland wordt het een graad of 30. In het zuidoosten zelfs lokaal 32 graden. Maar met het oplopen van die temperatuur gaan zich dan stapelwolken vormen. En met name in de namiddag en morgenavond vallen dan verspreid over het binnenland met name een paar regen- en onweersbuien. Lokaal kunnen dat best even stevige buien zijn met kans op hagel en veel regenwater in korte tijd. Nou, het voelt verder heel broeierig warm aan met nauwelijks wind en een hoge luchtvochtigheid. Zondag hebben we dan al met een zuidwestelijke stroming te maken. Het is al veel minder warm dan morgen het geval zal zijn. Maar langs de oostgrens kan het nog wel zomers warm worden met 25 of 26 graden. En ook dan zijn een paar regen- en onweersbuien mogelijk. De meeste zonneschijn is weggelegd voor de kustgebieden, zeker in de middag en avond. En er steekt al een matige tot aan de kust af en toe vrij krachtige zuidwestelijke wind op. En na het weekend dan krijgen we te maken met een overtuigend westelijke wind. De temperaturen gaan omlaag naar een graad of 20 gemiddeld, maar daarbij is het wel vaak droog, zeker vanaf woensdag, met vrij veel ruimte voor de zon. En gaan we dan nog wat verder vooruit kijken, dan zien we dat de rest van volgende week ook de temperaturen gematigd blijven voor deze tijd van het jaar. Normaal gesproken is het een graad of 24. Nou, dat zullen we de meeste dagen van volgende week niet gaan halen. Het is gemiddeld 20 tot 22 graden, maar met name in de tweede helft van volgende week, dus wel met vrij veel zonneschijn. Ik wens u alvast een goed weekend.